Goedemiddag, wij zijn stadrapporter van de Nieuw-West Amsterdam. Ik ben Ruhi. Ik ben Farouk. We zijn vandaag in Oostdorp bij Dakra. Vandaag gaat het over rijkdom en miljonair. Kom maar, we gaan naar binnen. Wie bent u? Dwight Arduin. Dwight Arduin. Waar zijn we? Jullie zijn bij Daadkracht, het mannencentrum. En hier begeleiden, ondersteunen wij mannen. We dragen bij het emanciperen en het participeren, dus het meedoen. Dus ja, we proberen op verschillende leefgebieden van betekenis te zijn voor alle mannen. Wat wij hier doen, we hebben het programma Rijker dan de Miljonair. En ik dacht dat het leuk zou zijn om gouden mannen, en dit is fase 2, assertiviteit en sociale vaardigheden, samen te laten smelten, waarbij de mannen over na kunnen denken wat je nog meer kan hebben aan rijkdom behalve geld. Wat doet u vandaag hier? We geven vandaag een workshop. Ik hoorde je dat miljonair rijkdom, ik dacht dat groep voor de toekomst een miljonair. Nou ja, dat zou mooi zijn. We willen wel een soort geld gaan safe drukken. Dus we gaan, maar ja, ik weet niet of je het in de winkel kan uitgeven. Kijk eens, hier heb je een safe raam. Daar maakt iemand een tekening op. Dan doen we er een papiertje onder en dan verf erop en dan krijg je een afdruk over iemands gevoel van rijkdom of armoede. Wat voor jou betekent dat rijkdom? Rijkdom dat als ben je gezond, ben je blij, dat jij bent rijk. Wat doet jij nu? Ik doe hier zo vogel. Dat vogel dat betekent zijn vrij, is gezellig en rijk. In deze tijd blijkt het dat veel mensen toch moeite hebben met ja, rondkomen. Schulden. En dan is het ook mooi om, er zijn schulden, maar om te kunnen nadenken over wat nog meer waardevol is. Wat je humeur opkrikt of wat jou emotioneel raakt of gelukkig maakt. Nou, dat zijn thema's waar de mannen het hopelijk over hebben. Hoe heet je? Ik heet Abdul. Abdul, wat doet jij hier nu? Ik ben een bedmaker. Bedmaker? Wat voor bed? Voor de armen. Ben je rijk? Ik ben zelf arm, dus ik weet hoe de arme mensen leven. Wat voor jou betekent armoede? Ja, armoede is een beetje niet slecht. Is heel slecht, is heel erg. Maar het kan ook goed zijn als het met bepaalde mensen omgaat. Ja, ja. Wat voor jou betekent rijkdom? Rijkdom? Oh mama. Rijkdom is heel... dat is voor mij is alleen maar een droom. Wie bent u? Ik ben Tina Lins en ik ben samen met Madeline Hageman doen wij deze workshop Rijker dan een Miljonair. Waarom is het zo belangrijk? Omdat door social media, door de politiek, door eigenlijk hoe we elkaar allemaal tonen, doen we altijd met geld. Laten we zien van ik heb veel geld en je geeft daarmee een verkeerd beeld. Dus iemand die echt miljonair is vaak ook heel verdrietig, is ook ongelukkig, voelt zich ook eenzaam. Dus we denken altijd dat iemand die heel rijk is, die heeft het goed. Terwijl vaak maakt het niet uit of je nou arm of rijk bent, dat die rijkdom, de echte rijkdom, zit in de emotionele waarde. Voor wie deze workshop? Deze workshop is voor iedereen. Dus iedereen, of je rijk of arm bent, voor iedereen. Het is voor alle lagen, voor alle culturen, het is voor iedereen is deze workshop. Wij hebben dus vorige week dus een soort geldbiljet gemaakt. Aan de ene kant doen we de rijkdom. Wat is voor jou rijkdom? Nou, ik had mijn kleinkinderen gemaakt. En vandaag doen we de andere kant van het biljet en dat is de armoede. Wat betekent voor jou is rijk en miljonair? Voor mij betekent is de wereld groot, duurstof genoeg voor iedereen, maar voor mij is belangrijk, er is de liefde, hart.
Als mijn hart is rijk, ik houd van dieren, ik houd van de natuur, ik houd van de mensen. Als mijn hart is rijk, ik ben ook gezond en dan ik ben rijk toch.